Nou, welkom allemaal weer na de pauze. Ik hoop dat je een lekker bakje koffie hebt gehad in ieder geval. En dat je ook echt met elkaar gesproken hebt en kennis gemaakt hebt. Er is een vraag van een aantal dames. Dus we zoeken eigenlijk een heer. Ja, zie, daar gaat hij al. We zoeken een leuke blonde jongen die drie dames naar Woudenberg thuis wil brengen. En ze zoeken vervoer. Is er iemand die naar Woudenberg rijdt? Joop, je mag met Joop mee. Nou. Nou Joop, ik denk dat jij tot en met half één hier nog wel bent. Dus is er iemand die richting Woudenberg kan rijden? En ja, er is hier iemand die... Ja? Kom jij straks even naar voren? Kunnen ook naar voren komen? Prima. Ze heeft de mond vol, dus ze kan niet praten. We gaan... En er moet ook nog iemand naar Ede. Ja, man, nee. Wat krijgen we nou? We gaan een soort busbedrijf beginnen. Ja, er is hier iemand die naar Ede. Soms dan als je hier naar voren komt, naar de dienst, zullen we zeggen. Oké. We gaan Bijbel lezen. En we gaan weer naar het woord luisteren. Het woord van de Heer Jezus. We hebben al veel vragen binnen gehad. Dus we gaan straks snel naar de vragen toe. En we gaan proberen al jullie vragen te beantwoorden. En we gaan kijken naar wat de Heer Jezus zelf zegt. Ik vind het altijd heel erg mooi om in de Bijbel te lezen. Wat doet de Heer Jezus zelf? Wat zegt Hij? En de Heer Jezus is magistraal. Hij is ook God in het geven van antwoorden en het zeggen van dingen. En dit gaat over het begin van zijn prediking. Johannes had gepreekt in de woestijn en had opgeroepen tot bekering. En eigenlijk neemt de Heer Jezus de woorden van Johannes over. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u. Keer u om. Kom tot andere inzichten. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan gaat Jezus naar de... dit gedeelte ga ik even overslaan. Maar dan komen er een aantal discipelen die Jezus gaan volgen. En dan gaan we verder bij vers 23. Voor de beamer zeg ik dat even. En Jezus trok rond in geheel Galilea. Gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. Als het allemaal alleen van de Heilige Geest afhankelijk was, dan hoefde de Heer Jezus ook niet te prediken. Blijkbaar is er ook een middel gegeven om tot Jezus te komen. En wordt er ook iets van je gevraagd. Bekeert u? Dus het is ook nog iets, niet van de mens, maar wel vanuit de mens. Gaf onderwijs in de synagoge. En hij genas elke zieke en elke kwaal onder het volk. Wat er ook was, de Heer Jezus kon het genezen. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezet waren. Maanzieken en verlamden. En hij genas ze allen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. We zien dat de Heer Jezus vele aanhangers had. He, wij gaan dan gelijk weer met ons verstand erover. He, joh, het zal allemaal wel een wondergeloof zijn geweest enzovoort. Kan. Maar het staat hier niet. Dus laten we het ook gewoon zo staan. De mensen gingen hem volgen. En dat is heel belangrijk. We zullen Jezus moeten volgen, willen we bij hem horen. We hebben hier iemand in ons midden, Christian. En die kennen we eigenlijk al heel erg lang. Ben jij daar. Christian, wil jij even hier komen staan? Want jij wilde wat met ons delen. En hij vond het eigenlijk niet leuk om te doen, maar we hebben gevraagd om het toch te doen. Christian, jij bent heel lang geleden bij jij daar gekomen. Hoe lang hebben we het over? Ik denk, gaat vanzelf aan. Oké. Ik denk een jaar, dat ik een jaartje of 15 was, denk ik, dat ik kwam. Ja. Dus een jaartje of 10. Ja, nou staat hij aan blijkbaar. En waarom kwam jij bij jij daar? Ben je meegenomen door je vrienden of wat was dat? Ik ben meegekomen door mijn zus en zwager. En zo ben ik eigenlijk gekomen en nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan, kijk. Chauffeur geweest, ook nog, ja. Ja. Wat, maar had je niet genoeg aan je kerk, hè? Hoe zit dat dan? Je ging zondags naar de kerk. Je bent toch zoekende. En,
ja, ze vroegen om een keer dat ik meeging. En dan ben ik meegegaan. En ja, die sfeer die er hangt. En gewoon dat onderling zijn in, ja. met het woord en zo. Ja. Ja, dan ga je steeds meer inzien dat je daar... ja, dat gewoon hele fijne avonden zijn. Ja. Ook gewoon voor jezelf. Ja. Dus je zegt eigenlijk een combinatie van het woord en de sfeer... dat maakt dat je graag naar de avonden toe kwam. Ja, ja. En de liederen die er gezongen werden. Ja. Gewoon, ja. Jij vertelde nu hè, dat je het werk van de Heilige Geest echt zo ervaren hebt, achteraf. Hoe is dat voor jou geweest? Is dat plotseling gegaan? Nee, ja, het is gewoon heel geleidelijk. Ik ben vrachtwagenchauffeur en toen reed ik op buitenland. En, het was de herfst. Dus ja, dan zie je al die kleuren en je loopt toch met je vraag van... Ja, bestaat God? Of ja, je loopt toch een beetje met een vraag van waarvoor leef ik? En door die kleuren en zo kwam bij mij echt binnen van... dat God leefde. En ja, toen... ja, ik had best wel wat ander soort cd's erin in de auto leren dan de bedoeling is eigenlijk. Maar die heb ik daar ook op een parkeerplek weg mogen gooien. Omdat dat zo in mijn hart binnenkwam. En sindsdien is er wel een hoop veranderd. Gewoon wel geleidelijk aan. Het is niet in één keer... Ja, ik was wel vol ervan, maar... Ja, ik weet het ook niet. Het is gewoon heel gewoon geleidelijk aangegaan. Ja. Ja. En de Heer Jezus, welke plek heeft hij voor jou? Hoe is hij in je hart gekomen bijvoorbeeld? Ja, ja, hij heeft de hoogste plek. En, ja, ja, eigenlijk wil je hem overal in betrekken. Dan kom je wel in heel veel dingen tekort, maar... hij staat wel bovenaan. Ja. Dat is wel het verlangen dat hij geëerd wordt in mijn leven. Ja. Hoe merk je dat voor jezelf? Ben je er dan de hele dag mee bezig? Of hoe merk je dat voor jezelf? Nou, was dat maar zo. Ja. Nou ja, ja, je probeert gewoon in dingen bij betrekken. Net zoals ik een klant niet kan vinden of zo. Ja. Dan doe ik een schietgebedje en ja... 9 van 10 keer zie ik hem dan zitten. Ja. Ja. En ja, dat is heel praktisch. Maar ja, daarin zie je wel Gods leiding ook. Dat hij in je dagelijkse dingen ook helpt. Ja, ja, mooi. Mooi. Dus je zegt eigenlijk, hè, even naar de avond kijken. Het werk van de Heilige Geest. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ben bij jou daar gekomen. Daar begon het. Nou, op een gegeven moment ben ik steeds meer naar de Heer gaan verlangen. Naar het woord. Is de Heer Jezus in mijn hart gaan werken en nou krijg je hem niet meer uit je gedachten? Nee, eigenlijk niet. Ja, mooi hè? En ja, het is de ene keer wat sterker dan de andere keer. De ene keer ben je ook druk. En dat is dan de duivel die je weer dwars zit met al je bezigheden. En, ja. Maar daar moet je echt voor waken. Wat wil jij de jongeren meegeven? Want hè, we horen hier een heel eenvoudig verhaal. Ook heel mooi dat hè, de Heer in deze tijd dus nog steeds werkt. Want dat is ons verlangen om dat ook te laten zien aan de jongeren. Wat zou je ze mee willen geven? Ja. Leef niet zonder God. En... laat je ook niet gek maken door deze wereld. Al die drukte. Probeer ook gewoon de rust te vinden. Neem de tijd. Voor ja, om God te zoeken. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. Fijn dat je dat in ieder geval met ons wilde delen. Het is heel belangrijk hè, dat wij zien in deze tijd... dat het ook voor jullie, hè, een van ons, gewoon nog kan. En de Heere vraagt ook dan om actie. Hè, want die cd's die moesten op een gegeven moment gewoon eruit... Hoe gaat dat? Dat gaat niet van de een op de andere dag. Hè? Er is in de gereformeerde gemeente een dominee die als rockster bekeerd geworden is en nu dominee is. Als je dat verhaal hoort, is het heel indrukwekkend. Dat gaat in een periode van een aantal jaren. Dat er telkens weer dingen uit zijn huis weg moesten. Weg moesten. Niet van zoals Paulus baf op de een. Dat kan. Hè? Maar ook langzaam maar zeker dingen
verdwijnen. Aan de andere kant hoor ik jou zeggen, op een gegeven moment moet je gewoon ook vertrouwen dat God er is. We gaan dat met elkaar zingen nu. Ik ben die ik ben. En dat is een van de liederen die ik elke avond terug laat komen. En ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren mogen. Dat het niet aan ons ligt of God er is. Want God is er en hij is getrouw en hij heeft zijn woord gegeven. En als wij weer afdwalen van de paden, van de gebaande wegen, hij blijft daar. Wij mogen dus weer terugkomen. We hoeven onszelf niet eerst te reinigen. We mogen gewoon naar hem terugkomen. Ik ben die ik ben.
wil met jullie bidden. Uw naam is Ik Ben. Heere, wat een ontzaglijk groot goed is dat. Dat u van uzelf zegt, ik ben de getrouwe. Ik ben de God die doet wat hij belooft. Heere, en aan de ene kant, als we niet bekeerd zijn, dan zal dat tot groot oordeel zijn. Dan doet u ook wat u belooft. Dan bent u die toornende God waar we het soms wel eens over hebben. Maar aan de andere kant, als we bij u horen, dan bent u wie u bent. Ook al ben je dan afgedwaald. Ook al zijn we dan weggedwaald van u. Heer Jezus, wilt u magistraal in ons harten werken, ook deze avond, door deze avonden heen. Heere, u bent getrouw en u wilt er zijn. U zoekt om zalig te maken. U zoekt een ieder apart. Heere, wilt u ons duidelijkheid geven over wat u dan zoekt en wat we er aan bij kunnen dragen. Ook al weten we dat het eenzijdig godswerk is, toch worden we opgeroepen om ons te bekeren. Geef ons daar duidelijkheid over. Heere, wilt u zo bij ons zijn, bij dominee Jonge Jan zijn, bij een ieder van zich zijn. Om Jezus wil. Amen. Dominee, wilt u komen? Hij moet even zijn neus nog snuiten. Dat geeft helemaal niks, want we moeten de vragen toch nog even oproepen op het scherm. Evert, laat maar komen die vraag. Beamerteam, kijk dan even naar. Ja, gaat over een stukje zekerheid. Hoe weet je, ik lees me even voor de cd, voor de vrachtwagenchauffeurs onder andere. Hoe weet je zo zeker dat God je echt bekeerd heeft? Klinkt het niet goedkoop als je iemand vraagt, ben je bekeerd en zeg je ja? In onze kringen klinkt dat veelal goedkoop. Als die vraag gesteld wordt van, ben je wedergeboren, ben je bekeerd, geloof je in de Heer Jezus? Aan de ene kant klinkt dat heel goedkoop. Aan de andere kant wil ik ook benadrukken. Wij lezen in Johannes 6 dat er vele mensen zijn die discipelen van de Heer Jezus zijn. En een grote schare van discipelen de Heer Jezus volgt. Je krijgt dan hele grote en hoge gedachten dat de Heer Jezus een groot gevolg achter zich aan heeft. En dan blijkt uiteindelijk aan het einde van dat hoofdstuk dat velen dan van zijn discipelen verlaten hem. En die zeggen van mij niet gezien als de Heer Jezus het heeft over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Dan zeggen ze van, dat niet. En ze verlaten hem. En dan blijven de 12 blijven erachter. Wat is het kenmerk als het gaat om echte bekering? Ik ben ervan overtuigd dat het kenmerk van echte bekering is van dat je uiteindelijk de Heer Jezus in je leven wezenlijk niet meer kunt missen. Dat je de Bijbel noemt geloof als synoniem ook wel leunen of steunen. Dat hij werkelijk de persoon is op wie je leert leunen en steunen. De Bijbelteksten, als het gaat om zo één is mijn liefste, zo één is mijn bruidegom. Ja. Dus er is een liefdesverhouding ontstaan. Ja. En welk moment kun je dan zeggen, nu komt de Heer Jezus in mijn leven? Wat is dat voor moment? Nou, ik denk dat dat heel onderscheiden is. Want als je kijkt naar de geschiedenis van Paulus, dat ging heel abrupt en heel snel. De geschiedenis van Timotheus ging in een geleidelijk proces. Dat wil niet zeggen van dat zij verschillende dingen geleerd hebben, andere dingen geleerd hebben. Maar dat de manier waarop dat het plaatsvond, dat heel onderscheiden was. Ja. En waar zit dan het stukje bekering? Moet je je dan persoonlijk overgeven aan God? Of waar zit dat stukje bekering? De Heer Jezus zegt heel simpel, bekeert u? Ja. Nou, ik vind dat een hele terechte vraag. En die kwam ook van een van de personen uit de zaal. Mag er wel gelijk wel bij betrekken als het gaat om ik vond u een beetje passief als het gaat om bekering. Dat was geenszins de bedoeling als het gaat om het passief spreken over bekering. Er staat heel duidelijk in het woord bekeert u. En er staat meer in het woord bekeert u dan
bekeerd worden, om zomaar. Ja, wordt wedergeboren. Om zomaar te zeggen. Ik heb er nog een tekst bij opgezocht, dat de Heer Jezus zelf uitdrukkelijk beveelt aan zijn discipelen, vlak voorafgaande aan zijn hemelvaart, dat hij zijn discipelen de opdracht geeft. Toen opende hij hun verstand, dat is Lucas 24, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en dan komt het, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Er staat niet, en in zijn naam gepredikt worden, de bekering en de vergeving van de zonden. Want dan zou je kunnen eindigen in een of ander algemeen beschouwelijk verhaal met betrekking tot bekering. Maar als de Heer Jezus zijn discipelen, die apostelen worden, als hij die uitstuurt door de volkerenwereld heen, dan is het de prediking van bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, wat zie je gebeuren? Ik denk dat het bij Zacchaeus exact hetzelfde was. Want de roep naar Zacchaeus toe was van, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En als de Heilige Geest, nou dan hebben we de Heilige Geest, als de Heilige Geest die leven binnenkomt, dus niet het ene oor in en het andere oor uit, maar het woord treft doel in het hart, nou, dan is een van de dingen die er plaats gaat vinden, dat is een hartelijke overgave aan hem. Ja, hij had ook kunnen zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, hij had in die boom kunnen zitten redeneren. Ja. Hoe vaak zitten we niet te redeneren van, wij zitten daar in die boom en ja, zou hij wel, zou hij niet? Of andere dingen met betrekking tot, maar dan raak ik mijn vrienden kwijt. Of wat zullen we mijn medetollenaars allemaal wel niet zeggen. Maar hij roetste naar beneden en hij ontving de Heer Jezus met blijdschap. Ja, ja. Hij sprong bijna naar beneden. Ik zie dan die boom voor me waar hij dan in zit. Maar kun je de geest dus wederstaan? Kun je dus, de geest werkt, maar kun je hem ook wederstaan? Ja. Hou op, schei uit. Mm-hmm. Als het gaat over, en ik zeg het daarom, omdat een heel duidelijk voorbeeld in de Bijbel is, dat je, en ik denk dat het wederstaan van de Heilige Geest heel dicht komt bij de zonde tegen de Heilige Geest. Als Stefanus gepreekt heeft, en hij is bijna aan het einde van zijn preek gekomen, nou, dan kun je ervan uitgaan, Stefanus gaat dit met de dood bekopen. En je zou zeggen van Stefanus, rustig een beetje. En neem een beetje water bij de wijn. Maar Stefanus gaat door en hij zegt, gijlieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is werkzaam. De Heilige Geest doet kracht, om het zo te zeggen. Maar de Joden en de Farizeeën die zeggen van, ja, maar ons niet gezien. En komt Stefanus juist tegenover die Joden, tegenover die Farizeeën. En hij zegt tegen hen, jullie wederstaan altijd de Heilige Geest. Ik denk, mensen in de wereld kunnen in dat opzicht de Heilige Geest weerstaan. Ik wil er niets mee te maken hebben. Maar mensen in de kerk, die lopen ontzettend groot gevaar de Heilige Geest te weerstaan. Met allerlei tegenargumenten. Zo in de zin van, ja maar. Of ja maar, zo makkelijk gaat het niet. Of ja maar, eerst moet dit en dan moet dat. Ja. En zo met allerlei theorieën, zegt u eigenlijk. Hè? Als ons verstand erover na gaat denken, dan zitten we al 19 keer verkeerd. Ja. 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 Maar wat, hè? God werkt in deze tijd nog steeds. Hoe kan ik nu dan zorgen dat ik hem niet wederstaat? Wat moet ik doen? Om niet te wederstaan? Ja, bijvoorbeeld of om bekeerd te worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ben u getrouwd? Ja. Ik sta niet voor niks zo. Ja, precies. Wist dat die kwam? Nee hoor. Nee. Ja. Nou, op een gegeven moment, ik vergeleken het met een huwelijksrelatie. Ik ben ook getrouwd. Je persoon, dus zou wel iets, ja. Ja, je leunt en steunt. Nou, ik vind dat het huwelijksformulier dat eigenlijk wel heel moeilijk zegt. Dat de een de ander trouw zal helpen in alle dingen die je tijdelijke en eeuwige leven aangaan. Dus je bent er voor elkaar en met elkaar, voor elkaars welzijn.
heeft de man het moeilijk. Nou, dan is het fijn als de vrouw een schouder is voor de man. En andersom. Nou, ik geloof dat de Heer Jezus op deze wijze... dat zie je bijvoorbeeld in het Hooglied heel duidelijk... dat de Heer Jezus op deze wijze de persoon is... aan wie dat je tegenaan mag leunen. Ja. En waar dat ook daadwerkelijk gebeurt. Nou, daar zie je ook in het Hooglied van... zo één is mijn liefste, zo één is mijn bruidegom. En dan wordt heel vaak gezegd, je moet hem aannemen. Maar wat moet je dan doen? Wat moet je dan in de Bijbel gaan lezen? Of moet je dan op je knieën? Wat moet je doen? Aannemen is in de grondtaal... zien we eens bekende zitten. In de grondtaal, zoveel hem aangenomen hebben, dat is Johannes 1. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Aannemen is in de Bijbel, kun je op twee manieren vertalen. Vanuit het oorspronkelijke, met aannemen of ontvangen. En ontvangen, dat is je handen ophouden. Ik hoor de naam van dominee Simons nog wel eens voorbij komen. En die ken ik persoonlijk ook heel erg goed. Is ook van grote invloed geweest op mijn leven, om zo maar uit te drukken. Maar ontvangen, dat is dat je als een bedelaar... misschien ga ik een naam zeggen die jullie niet kennen. Maar Kolbrugge, die zei altijd van... het is de hand van de bedelaar. En de hand van de bedelaar is omhoog en de Heere haalt eruit... wat eruit moet en de Heere geeft. Wat is geloof? Dat is je lege handen opheffen naar omhoog... en leunen en steunen op datgene. Zo. Ja. Dus je mag gewoon het woord aannemen als de waarheid... en daarmee aan het werk gaan. Ja, en ik geef hem terug. Ja. Dit is alle aanneming waardig. Ja. Ja. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... om de zondaren zalig te maken... Amen. Van welke ik de voornaamste ben. Ja. Amen. Nou... we gaan tussendoor even zingen met elkaar. Dank u wel voor wat u gedeeld hebt tot nog toe. We gaan naar Tanira luisteren. Tanira, mag ik jou bij de microfoon? Daarna gaan we met elkaar een psalm zingen. Dat komt vanzelf op het scherm. En even, het zit in mijn oor te tetteren. Allemaal dingen die ik al bedenk. Maar goed, ja, ik laat die jongen maar in zijn waan dat ik het allemaal niet weet. Tanira gaat zelf piano spelen. Ze kan ook heel goed piano spelen en daarbij zingen. Volgens mij kan ze ook nog iets met de gitaar of zo. Maar goed, dat gaat niet samen met piano. Dus dat laten we maar even achterwege. Ja, zit je goed, Tanira? Je bent ook in staat om wat te zeggen. Welke vraag ik eigenlijk aan jou heb, Tanira, is... jij bent christelijke zangeres geworden. Ik kan me dat voorstellen als je van christelijke huizen komt... dat je al heel gauw christelijke zanger... maar jij hebt een fantastische stem. Waarom ben jij geen popzangeres geworden bijvoorbeeld? Ik zie het zo. Ik heb deze gave van God gekregen... en daarom probeer ik via dit het woord te verkondigen van God. Ik heb wel eens vaker gezegd, ik kan geen dominee worden. En, dus ik ben heel blij dat ik het op deze manier kan doen en mag doen. Ja, mooi. Ja. Ja, je zegt dus eigenlijk, ik wil op deze manier het evangelie verkondigen. En dat is heel belangrijk, hè? Want muziek, we zien het in de Bijbel ook elke keer terug, muziek maakt het hart week. En het is zeker zo dat als psalmen aansluiten op de preek, dat de preek ook beter landt in het hart, hè? Omdat wij voorbereid zijn. Dankjewel. Wat ga je met ons zingen? Ik ga het lied Thank You zingen. Ja. Het gaat eigenlijk over, wij vallen zo vaak weer in de zonde en de zondige dingen die wij doen. En God die vindt ons steeds weer terug. Ja. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me.
And I can be without you, God, you're everything. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was standing inside and you breathed into me. You brought these bones life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. I don't deserve you, you God. I don't deserve you, you God. But you keep on loving me anyway. Oh, you never stop loving me, God. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. You brought these bones life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you. Dankjewel, Tanira. Prachtig, inderdaad, die stem die je van God gekregen hebt. En heel erg mooi dat je hem met ons wilt delen, ook die stem. Dankjewel. We gaan met elkaar nog een psalm zingen. En we gaan psalm 100 zingen. En we gaan hem met elkaar zingen. En berijmd klinkt hij toch altijd anders dan dat in de Bijbel staat. Ik wil hem met jullie even lezen voor die tijd. Psalm 100, een lofpsalm. Juicht voor de Heere heel de aarde. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een loflied. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam. Want de Heere is goed. En zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zijn trouw is van generatie op generatie. Psalm 100, vers 1 en 4. Gaan we met elkaar zingen.
Nou, we hebben nog één blokje waarin we twee vragen gaan behandelen in ieder geval. En waarin jullie nog vragen kunnen stellen. Reageer ook gerust als je denkt van, nou dominee, wat zegt u nou? Dat heb ik heel graag, hè, want dat zouden we vaker moeten doen in de kerk. In de kerk doe je het eigenlijk niet zo gauw. Maar het zou wel heel mooi zijn als we dat zouden doen. Dominee, leg het nog eens uit. Maar goed, nu hebben we de gelegenheid in ieder geval. We gaan naar de eerste vraag. Ik weet niet of ik wel mag geloven. Ik merk namelijk vaak zo weinig van mijn zonde. Ik voel mijn zonde heel vaak gewoon niet. Klopt het dan wel? Mag ik dan wel bij Jezus komen voor vergeven van mijn zonde? Als er zo vaak geen berouw is of wordt gevoeld, dan brengt mij enorm aan het twijfelen. Ja. Dat is een heel veel gehoorde vraag. Ja. Mag ik dat nog even terug? Nou. Kijk, als er zo vaak geen berouw is of wordt gevoeld. Kijk, het gaat er niet om dat je met je zelf komt. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik herken die vraag ook vanuit mijn eigen leven. Ik was betrokken, heel erg betrokken bij het geloof, om zo maar te zeggen. En wilde heel graag in de, mag ik het zo zeggen, in de Heer Jezus geloven. Maar ik dacht, dat kan niet. Trouwens, heel graag in de Heer Jezus willen geloven. Achteraf kwam ik tot ontdekking dat helemaal niet zo was. Maar ik dacht, het kan niet, want ik ken mijn zonden niet. Ik ken ze veel te weinig en noem het allemaal maar op. En hetzelfde dus als wat deze vraagsteller zegt. Ik dacht, van, er moet ergens vanuit de hemel moet er een briefje komen of iets groots komen. Waardoor dat ik mijn zonden ga voelen. En ik ging preek na preek luisteren. Lezen om te proberen om ontdekt te worden aan mijn zonden. Gebeurde niet. Op een middag was het zo dat ik een preek gelezen had en ik voelde wat tranen in mijn ogen opwellen. Ik denk, zondekennis, zo. En ik ging naar beneden en ik ging in de tuin zitten. En ik dacht, nou kan mag ik in de Heer Jezus geloven. Maar een half uur later waren die tranen weer opgedroogd. Ik zei, de persoon van dominee Simons is voor mij ook van grote betekenis geweest. Jaren later. Er is een periode geweest die ik niet heb benoemd. Maar wat wel zo is, als het gaat om de gelaten. Wie heeft u betoverd, uitzinnige gelaten? En ik was pastoraal medewerker in Nieuw-Lekkerland. Dominee Simons was toen ouderling in Nieuw-Lekkerland. Dus wij hebben heel veel en heel nauw samengewerkt. En er was toen een hele hechte vriendschap. Maar dominee Simons die merkte op een gegeven moment bij mij dat ik vastliep. Als het ging om deze dingen met betrekking tot zondekennis. En ook de vraag van, mag ik dan wel in de Heer Jezus geloven? En toen zei hij, weet je wat jij bent? Jij bent in jezelf een dode. En waar je mee bezig bent, dat is om te proberen een dode warm te wrijven. Hij zegt, maar een dode is en blijft koud. En wat is nou het wonder? Dat de Heere laat verkondigen, dat de Heer Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die stem gehoord hebben, die zullen leven. Met andere woorden, ik hoef al die dingen niet op te wekken, om zo te zeggen, dat doet de Heer zelf. En die tekst, doden, sluit alles van mij uit. Ook als het gaat om zondekennis, als het gaat om kennis met betrekking tot Christus. En gaat de oproep weer uit van haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Ja, ja. En op het moment dat je eigen, dat je bezig bent, maar ik moet zondekennis hebben, dan geef je eigenlijk bijna heimelijk God de schuld dat je het niet hebt. Ja, ja. En je moet ook niet vergeten van, er is verschil in karakter. Ik moet denken aan, ik zit soms misschien wel een beetje met namen te strooien, maar Jonathan Edwards. Die heeft een opwekking meegemaakt. Een hele grote opwekking. Vele mensen kwamen tot bekering. En dan beschrijft Jonathan Edwards, die beschrijft die opwekking. En dan zegt hij van, de één die was helemaal, ik zeg het maar een beetje in mijn eigen woorden, helemaal ondersteboven. Die lag achter een heg te huilen vanwege zijn zonden. En die zei van, ik kan niet meer zuinig worden. Zoveel concrete zonden dat een volgende, die ervoor juist de hardheid van zijn hart, waarvan die zei van, ik heb helemaal geen zondekennis. Maar juist de hardheid van zijn hart was de zondekennis. We hebben vaak een heel verkeerd begrip als het gaat om
zonder kennis. Het is uiterst concreet. Ook de hardheid van het hart is bijvoorbeeld zonder kennis. Ja. Is dan, u zegt eigenlijk zonder kennis dus helemaal geen voorwaarden. Bij Lydia zien we, de Heer opende haar hart. Nou, dus even de vraag of die vrouw dat ooit gevoeld heeft. Het is absoluut geen voorwaarde. Ik lees nergens een voorwaardelijk evangelie. Nee, dus ook als je er geen last van hebt, dan kan het nog steeds de Heer Jezus voor jou zijn. Dan preek ik, ook als je geen last hebt van zonder kennis... vlucht tot hem. Ja, maar je hebt wel dorst naar het woord. Ja. Ja, oké. Mooi. We gaan naar de volgende vraag. Dat wou ik even zeggen, ik was hem net voor. Oké. Ook al ben ik aangenomen, bekeerd, verlost en je gelooft in de Heer Jezus... dan leef ik toch nog in een zondige wereld. Ja. Ja, en ben je nog zonde. Paulus zegt, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet... maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dus doe wat ik niet wil, dan ben ik het niet langer die dat doe... maar de zonde die in mij woont... in Romeinen staat. Hoe ga ik hiermee om? Ja. Dus een leven na de genade. Ja, dus dat is de hoe noem je dat? De dagelijkse bekering. Je kan als je zo'n beginperiode hebt gehad, kan het zijn dat je denkt van ik ben de zonde te boven. Maar naarmate dat de tijd verstrijkt en de gevoeligheden wegwijken, komt opeens openbaar dat er dingen in je hart leven waarvan je van tevoren niet had gedacht dat die ook daadwerkelijk in je hart leefden. En je wil het niet, je begeert het niet, de nieuwe mens althans niet, die begeert het niet. Want de nieuwe mens wil maar één ding en dat is leven overeenkomstig het woord van God, Christus volgen, achter hem aankomen. Maar de oude mens kan niet anders dan alleen maar zondigen. En wil ook niet anders dan alleen maar zondigen. Dus er ontstaat een strijd van binnen in je leven. Nou, dat zie je in Romeinen 7, heel sterk getekend. De strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens, die Paulus doet uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan is de bevrijding voor de apostel Paulus... en dat vind ik ook de bevrijding als het gaat om de heiliging. Want soms krijg je wel eens het gevoel van de rechtvaardiging... dat is een zaak van God, van de Heer Jezus en met de heiliging. Dan krijg je als het ware dingen in je handen geduwd. En probeer het allemaal maar zelf op te lossen. Zelf tot de Heer Jezus te gaan, zelf zonden te overwinnen. Maar Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods... Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Dus ook in de heiliging. Christian die zei net van, was het altijd maar zo? Nou, wat is het medicijn? Dat is die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Ja. Christus. Ja. We hebben de neiging, wat ik veel hoor ook en ervaar ook... is dat we de neiging hebben om Jezus niet meer op te zoeken... omdat we denken, ja, nou heb ik weer iets fout gedaan... en nou ga ik niet meer ontbidden. Ja. Terwijl de Heer Jezus zegt, ja, kom maar. Ja. Juist dan wel, want de duivel wil ons separeren. Hè? Die wil ons losmaken van God. Dus die wil dat jij vooral veel verkeerde dingen doet... en weer ervaart dat je helemaal niet bij God hoort... en dat je ook niet meer naar hem zoekt. Maar je moet weer terug. Terug naar je eerste liefde. Ja. Zo staat het in de Bijbel. We gaan u bedanken, want we zijn alweer aan het einde. Het gaat snel, hè? Ja, het vliegt. Ja, het vliegt. We gaan u bedanken met de bloemen. Heli komt er al aan en ik ga even... mijn mond houden, dan probeer ik. Ja, dominee, dan zijn we aan het einde van deze avond gekomen. We zijn heel blij dat u gekomen bent vanavond. Ja, en dat uw vrouw u ook een avond heeft laten gaan. Daarom is deze bos bloemen. Mag u mee naar huis komen? Dan kunt u denk ik zijn thuis komen. Ik denk dat we een hele belangrijke boodschap hebben gehoord vanavond. En de kern van het evangelie, de kern van het woord van God. Dat zonder Christus is er geen leven. En ja, bekeert u. Iets anders kunnen we er niet van maken. Ja. Dank u wel. Nou, heel hartelijk bedankt voor de bos bloemen. En die ga ik inderdaad aan mijn vrouw geven. En die zal er erg blij mee zijn. Was ik ook een tekst? Oh ja. Heel hartelijk bedankt. Daarmee drukken we onze dankbaarheid uit waarmee u gekomen bent.
Ja, Tenira. En voor jou ook een bos bloemen. Heel hartelijk bedankt. Wat me trof van jou was straks toen je zei van... ja, dat je die mooie stem als een gave van God zag. Mooi, die bescheidenheid in je. Blijf het zo houden. Dank je wel. We gaan zingen met elkaar en we gaan de dominee toezingen. U mag blijven zitten als u dat wil. We gaan zingen Dat Zere Zegen op uw Daal. Dat doen we vaker. We doen het niet zo vaak, maar bij predikanten doen we het wel vaker. Want die hebben een enorm zware taak. Ja, er wordt gelachen, maar het is serieus. Predikanten hebben een enorm zware taak, juist in deze tijd. En dat is wat we u toewensen. Nou, u mag nog één keer naar voren komen. Ja, u zit net. Dat is jammer. Nou, goed. Even staan nog. Is goed voor de spataders. Die zijn al gelezen. Ja, oh, die zijn al gelezen. Nou ja, geweldig. Heb ze niet meer. De laatste vraag die we aan u hebben is... 1. Wie is de Heer Jezus voor u? En wat wilt u meegeven naar huis voor deze jongeren? Ja. Nou, wie is de Heer Jezus voor mij? Vergelijken met een bron waar het water uit voortvloeit. En het water des levens. Als het gaat om mijn ambtelijke werkzaamheden, als het gaat om mijn persoonlijke werkzaamheden. Meer en meer ga ik ontdekken dat ik hem niet kan missen. En ik zou met de apostel willen zeggen van... ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Die liefde die verdiept zich. Ik zei net van, als het gaat om Romeinen 7, die strijd. Toen ik afscheid nam als pastoraal medewerker in Nieuw-Lekkerland, toen was er een ouderling die op een zondag zei... en nou gaat de Heer in je leven uitwerken wat je in Nieuw-Lekkerland hebt mogen leren. En... toen dacht ik, uitwerken, van ik weet al zo ontzettend veel. En toen kwam ik in mijn eerste gemeente. En nou, om het zo maar uit te drukken, daar gingen mensen op mijn tenen staan, op mijn hart trappen enzovoort. En toen kwamen de gevoelens in me omhoog, dat ik dacht, ben ik dat? Ik dacht altijd dat ik zo'n aardige figuur was en zo zachtmoedig. Maar dat bleek ik helemaal niet te zijn. En juist in die weg, tegen die zwarte achtergrond... is de Heer Jezus steeds, ja, dus dat klinkt ouderwets, dierbaarder geworden. Maar ik kan hem niet missen. En, de bron van mijn leven. En daarom, ik ben eerst een poosje onderwijzer geweest. Wat wil je meegeven? Je hebt geen klas met kinderen voor je. Maar de inhoud is hetzelfde. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dank u wel. Wilt u met ons eindigen? Ja. Aan het einde van deze avond, heren, mogen we samen deze bijeenkomst afsluiten. En vragen we of u geven wilt dat we er niet alleen met elkaar geweest zullen zijn,
maar dat u door uw Heilige Geest in onze harten gesproken en gewerkt hebt als de naamprediker en de toepasser dat alsnog wil doen tot eer van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we het mogen beseffen dat als het gaat om zalig worden, dat de drie enige God daarbij betrokken is. Dat de Vader het liefste geschonken heeft wat hij bezat, zijn eigen zoon. Welke vader zou doen om voor vijanden zijn zoon te schenken? U heeft het gedaan. En dat de zoon vrijwillig, u, o Heer Jezus, gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Mensen die u op het hart trapten. En dat de Heilige Geest erin betrokken is als het gaat om het werk van de Heer Jezus in het hart te brengen, zodat er een hartelijke overgave komt. En Heer, zou u dat willen werken in al onze harten? Wat onduidelijk was op deze avond, zou u dat willen vergeven? En zou u alstublieft het op zijn plek willen brengen? En dat we mogen vluchten tot die enige borg en enige zaligmaker. U, o Heer Jezus Christus, in wie alles te vinden is wat ons ontbreekt. En die kunt geven datgene wat we niet kunnen missen op reis door dit leven heen. Maar dat u ook de eer zult ontvangen. Niet alleen straks in de hemel, maar hier op deze aarde. En dat het hart vervuld mag zijn van u. Zoals we psalmen hebben gezongen. Nog een andere psalm die spreekt over uw heerlijkheid. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Heer, wilt u dat schenken? Dat lied op die koning der koningen, de Heer der heren, door uw Heilige Geest. Ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons daar veilig en behouden aan. En wilt u op uw tijd deze jonge mensen, oudere mensen die ertussen zitten, dat die weer hier terug mogen keren. Wilt u gedenken aan jij daar, degene die deze avonden mogen leiden en mogen voorbereiden. Wilt u ze alles geven wat ze behoeven. En geef dat het mag strekken tot de eer van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat ook raadsels die er kunnen leven mogen worden opgelost. Wij vragen het u alles, in de vergeving van al het onze, in de dankzegging van al het uwe, om Jezus wil, uit genade. Amen. Amen, dank u wel. We zijn helemaal aan het einde van onze avond gekomen. Volgende maand, de laatste voor de grote vakantie, is voor dominee Van der Belt. Dominee Van der Belt gaat het met ons hebben. Er is tegenwoordig een beweging die zegt, je hebt geen kerk meer nodig. Je kunt ook prima zonder gemeente, zonder kerk. Het is een hele bijzondere beweging. En wij gaan aan dominee Van der Belt vragen, hoe zit dat eigenlijk en is dat dan zo? Want dan komen we natuurlijk niet meer in de kerk. Dan gaan we gewoon lekker thuis luisteren. We hebben YouTube enzovoort. Dus we gaan het aan dominee Van der Belt vragen en we gaan het voorbereiden. We hebben ook weer een prachtige zangeres. Naam weet ik zo niet even uit mijn hoofd, maar weer een prachtige stem in ons midden. Ik zit even te denken. Nou, zometeen gaan we nog lekker even met elkaar nababbelen en even kletsen. Er zijn twee mensen die moeten naar voren komen om mensen te vervoeren met elkaar. Wat we gaan zingen nu is het laatste lied van de avond. En daarna hebben we nog vrij zingen, dus blijf maar. We gaan magistrale liederen zingen. Prachtig, lekker om uit volle borst even te zingen. Het laatste lied is een lied wat ik regelmatig terug laat komen. En dan gaat het over de werken die van ons verwacht worden. En dan niet omdat we zulke goede mensen zijn, maar wel omdat we vruchten dragen. Onze opdracht is, ga de wereld in en maak discipelen. Maak discipelen voor de Heer Jezus. En hoe kunnen we dat doen? Niet door continu met ons vingertje omhoog te staan, maar door de liefde van de Heer Jezus te tonen. Het volgende lied is Toon mij uw liefde, wat we met elkaar gaan zingen. Dit is wat ik wil dat jullie doen.
Nou, voor wie gaan moet wel thuis alvast. We gaan beginnen met het geweldige...